Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zaterdag 28 september. Vandaag laat de zon zich nog wel af en toe zien, maar er zijn ook wolkenvelden en er vallen verschillende buien. De temperatuur die ligt vanochtend rond de 14 graden en er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag neemt de buienactiviteit wat toe. Misschien dat er zelfs in het noorden een klap onweer voorkomt. De temperatuur ligt tussen de 17 en 18 graden. En bij de buien is ook kans op windstoten. Vooral aan zee gaat het ook hard waaien. Een harde wind komt er te staan. uit het zuidwesten. Vanavond ook nog wel een aantal buien. maar het wordt geleidelijk aan wel rustiger. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 15. Vannacht gaat het dan vanuit het westen regenen. en morgenochtend is het grijs en nat in Nederland. Lokaal valt veel water. In de loop van de dag wordt de neerslag meer buiig van karakter. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig tot krachtig. Aan zee kan de wind zelfs af en toe hard zijn, of misschien wel even stormachtig. Maandag valt er nog een enkele bui en is er ook ruimte voor de zon. Het is dan echt wat rustiger. Maar dinsdag gaat het opnieuw op de meeste plaatsen flink regenen en lokaal kan er veel water vallen. Vanaf woensdag wordt het duidelijk wat frisser. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.